De politie heeft maandagochtend een inbreker aangehouden na een tip van een getuige. Die meldde dat er was ingebroken in een bedrijfspand aan de Industrieweg in Assendelft. Toen de politie ter plaatse kwam, was de inbreker al verdwenen. Maar hij kon even later aangehouden worden toen hij zich met een bestelbus uit de voeten maakte. Toen agenten de bus doorzochten, bleek de buit een lading hennep te zijn. En dat was voldoende aanleiding om ook het pand waarin gebroken was aan een nader onderzoek te onderwerpen. Daar werd inderdaad een kwekerij aangetroffen waar ongeveer 700 planten moeten hebben gestaan. Ook in het pand ernaast, een opslag, bleek een kwekerij te zijn gevestigd. Samen waren de kwekerijen goed voor zo'n 1900 planten. De elektriciteit was op een nogal amateuristische manier aangesloten, waardoor er een reële kans op brand bestond. De kwekerijen worden ontmanteld en de forensische recherche onderzoekt op eventuele sporen van de eigenaar of medeplichtigen.